Goeiedag allemaal en welkom bij de 11e aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Vandaag ga ik met jullie even stilstaan bij de term meten is weten. Dat is natuurlijk ook de titel van de uitzending. Deze aflevering en ook de volgende aflevering die gaat over website usability staan in feite in het teken van wat kun je allemaal doormeten en wat gebruik je daarvoor? Nou, ik wil graag nog met een aantal experts op dit gebied speciaal in gesprek gaan. Dus ben je aan het luisteren en denk, hey, web analytics, dat is mijn vak, dat is mijn passie, mijn roeping, daar weet ik alles vanaf. Meld je dan even bij mij via mark@dgoc.nl, zodat wij wellicht in een toekomstige aflevering met elkaar in gesprek kunnen gaan en lekker de diepte in kunnen gaan over website statistieken. Goed, in de aflevering van vandaag wil ik even met jullie stilstaan bij welke verschillende soorten meetprogramma's er allemaal zijn. Dan kun jullie natuurlijk gelijk denken nu, soorten meetprogramma's, we gebruiken toch allemaal Google Analytics? Dat is wel zo, maar er is veel meer dan alleen Google Analytics. En daar wil ik vandaag eventjes naar kijken. Nou, welke soorten meetprogramma's hebben we allemaal? Natuurlijk beginnen we met webstatistieken. Maar realiseer je dat er naast Google Analytics ook andere programma's zijn waarmee je webstatistieken kunt doormeten. Bekende zijn hierin OneStat en Comscore bijvoorbeeld. En je kunt je de vraag stellen, waarom zou je webstatistieken überhaupt gaan doormeten met een ander programma als Google Analytics? Want ja, dat functioneert voor 9 van de 10 bedrijven toch perfect. Het is een beetje als het advies wij van WC Eend adviseren WC Eend. Met Google Analytics meet je toch statistieken door, waarbij voor een heel groot gedeelte mensen en bezoekers die bij jou binnenkomen ook weer vanuit Google gerelateerde bronnen binnenkomen, zoals de Google zoekmachine, AdWords of YouTube. Dus vaak om onafhankelijkheid toch enigszins te bewerkstelligen, wordt ervoor gekozen om een andere tool naast webstatistieken te laten draaien van Google Analytics of Google Analytics überhaupt volledig niet te gebruiken. Dus die optie bestaat. Dus denk daar eens over na wat dat voor jou kan betekenen. Een andere vorm van meten is weten is bijvoorbeeld mouse tracking. Nou, bij mouse tracking volg je via een softwarematig programmaatje volg je de muisbewegingen van iemands computer. Nou, aan één zo'n muisbewegingsomtrek heb je natuurlijk niet heel erg veel. Dus kun je dat allemaal verzamelen en in aantallen opslaan. En vervolgens kun je de data die daaruit komt analyseren. Dus hoe beweegt men de muis over het scherm? Waar klikken mensen allemaal op? Waar juist niet? En zijn dat ook de plaatsen waar jij wil dat ze naartoe gaan? Bereiken ze daarmee jouw doel? Nou, de programma's die je daarvoor bijvoorbeeld kunt gebruiken zijn dingen als Mouseflow, Clicktail en Crazy Egg. Dus Google die namen maar eens en laat je verrassen door wat er mogelijk is met mouse tracking. Nou, een ander soort van meetprogramma is in feite al gerelateerd aan website usability. Dat zijn de A, B en multivariatietesten. Nou, daarvoor gebruiken we in Nederland hoofdzakelijk Optimizely en de Visual Website Optimizer. Visual Website Optimizer is wel iets groter en iets populairder dan Optimizely in Nederland. Maar wereldwijd gezien is het weer andersom. Nou, ze hebben allebei hun eigen voor- en nadelen. En het is natuurlijk iets wat je altijd moet doen. Altijd A-B testen op zijn minst. Want daarmee kun je het resultaat van je onderneming gewoon verbeteren. Dus laat het absoluut niet na. Maak gebruik van dat soort tools. Nou, er zijn er nog twee soorten meettools waarbij ik eventjes de aandacht wil oproepen voor jullie. Dat is ten eerste de online feedback mogelijkheden. En ten tweede straks de eye tracking of heatmap mogelijkheden. Nou, even naar online feedback. Met name bij webwinkels zie je dat er al heel veel gebruik wordt gemaakt van dit soort meettools. Dan denk aan toepassingen als de Feedback Company, iPerceptions, Mopinion en dat soort tools. Je ziet als je in Google zoekt ook regelmatig sterren bij zoekresultaten staan. Vaak 4, 4,5 en 5, want beoordelingen zijn over het algemeen wel positief. Of je komt niet hoog in Google, dat is natuurlijk een andere verhaal dan weer. Maar dat soort beoordelingstools helpen jou ook onderzoeken wat klanten nou echt van jou als bedrijf vinden of van jouw producten. Dus dat is kwalitatieve data, niet per se kwantitatief, op termijn natuurlijk ook wel.
Maar met kwalitatieve data meet je ook hele belangrijke dingen door en kun je verbeterslagen door gaan voeren. Nou, tot slot in deze uitzending, die ook niet al te lang gaat duren, is het eye tracking en heatmaps. Nou, daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Dit is niet iets wat veel wordt genoemd de laatste paar jaar volgens mij. Maar het bestaat nog steeds en het is zeker nuttig. Zo heb ik ooit in de tijd dat ik nog voor de online sales van de Nationale Tijdschriftenbond verantwoordelijk was, wel eens een eye tracking onderzoek laten uitvoeren. En dan zie je echt op scherm in een kleurvlek als het ware waar de ogen van mensen naartoe gaan. En dan kun je dus ook bepalen of dat de juiste plek is. Want waar de ogen naartoe gaan, daar vindt de actie plaats. En een voorbeeld wat je wellicht kunt inbeelden is op het moment dat er een heer of een dame naar jou kijkt vanuit een poster. Die kijkt jou aan, geeft dat een heel ander beeld als dat exact dezelfde foto is, maar waarbij de ogen gedraaid zijn naar het product. Dus wanneer er wordt gekeken naar een product, dan is er meer aandacht voor het product en is een advertentie ook effectiever. Dat gebruik ik zelf bijvoorbeeld ook bij Facebook-ads, waarin ik een foto gebruik waarin ik naar mijn boek kijk. En het boek is dan op dat moment het product. Goed, maar eye-tracking is iets wat je op maat kunt laten doen. En er zijn een hoop gespecialiseerde bureaus die zich daarin hebben bekwaamd. Dus doe daar eens onderzoek naar. Voor vandaag is dat het maar weer. Want dit zijn nog steeds de inleidende afleveringen in de opmaat naar straks de interviews. Interviews zullen waarschijnlijk 1 keer per week gepubliceerd gaan worden. Ik hoop dat ik een wat hoger tempo erin kan handhaven. Maar goed, de agenda is natuurlijk ook altijd lekker vol. En zeker gezien ik het allemaal zelf doe, de opnames en interviews voorlopig, denk ik dat we straks op een schema van 1 aflevering per week gaan komen. Maar bij deze nogmaals de oproep. Dus als je zelf specialist bent op het gebied van analytics of online feedback of mouse tracking of wat dan ook, dan ben ik heel erg geïnteresseerd om met jou in gesprek te gaan in een toekomstige podcastaflevering. Voor nu allemaal nog werkse fijne dag, fijne avond, goedemorgen, afhankelijk van wanneer je dit luistert natuurlijk. En tot de volgende keer bij aflevering 12, waarin we wat verder gaan inzoomen op de mogelijkheden van website usability.